via Cultuur en Weekend Magazine. Met in de reeks gesprekken met politieke partijen, Yvette Leurs van Bijeen. Presentatie en gespreksleiding Gert-Jan Kleinpost. En we gaan praten met weer een politieke partij. Tweede helft van de uitzending, de afgelopen weken doen we dat steeds. We hebben de Piratenpartij ontvangen, Volt, Code Oranje. En de beurt is nu aan Bijeen. Yvette Leurs, welkom. Dankjewel. Bijeen, ik zou bijna zeggen, hetgene wat het meest in het oog springt en waar ik me ook vaak over erger is, de reacties die jullie lijsttrekker nogal eens te verduren krijgt. Mm-hmm. Ik zou bijna zeggen, als ze goede dag zegt, dan krijgen ze al kritiek dat ze het niet mag zeggen. Wat maakt, nou hebben jullie daar een beeld van, dat er zo heftig gereageerd wordt op Sylvana Simons? Ik denk het feit dat we toch in een land leven wat af en toe, ondanks dat we dat zelf niet allemaal willen inzien, best wel racistisch zijn. Mm-hmm. En Sylvana is niet de enige. Meerdere mensen binnen de partij, maar überhaupt meerdere mensen van kleur die zich in Nederland uitspreken, krijgen het flink te verduren. En moeten we vanaf. Ja, ik was gisteren stom verbaasd, zal ik je bekennen. De februari-staking werd herdacht. Mm-hmm. Geert Mak hield een voordracht bij het beeld van de dokwerker. En benoemde het toch ook vrij nadrukkelijk dat er sprake was van racisme. En dat er een 21ste eeuwse variant van het fascisme oppopt in ons eigen land. Waar we met z'n allen maar niet aan lijken te willen. Dus jullie boodschap doet ertoe, zou ik dan zeggen. Het is wel belangrijk dat dit geluid gehoord wordt. Ja, jammer genoeg wel. Ja. Ja. Ja, je zou willen dat het anders was. Ja. Maar. Ja. Het is wel het kernthema waar jullie mee bezig zijn. Op welke wijze proberen jullie dit nou voortdurend over het voetlicht te brengen? Ik denk dat het... want we zijn een partij die over antiracisme en antidiscriminatie gaat. Maar we zijn in de basis denk ik vooral een partij die gaat over radicale gelijkwaardigheid. Mm-hmm. En dat is veel breder. We hebben zoveel groepen in Nederland die op de een of andere manier worden uitgesloten. Of worden gediscrimineerd. Of worden achtergesteld. En dat is echt... Het is heel breed. Het gaat niet alleen over mensen van kleur. Het gaat ook over mensen met een beperking. Het gaat ook over mensen die onder de armoedegrens leven. Mensen die alleenstaande moeders die in de bijstand zitten. Er zijn we leven niet per se in een gelijkwaardige samenleving. Nee. En we leven wel in een politiek systeem dat die ongelijkwaardigheid vaak... dient en niet per se probeert op te lossen. En bij Bijeen komen we vanuit het ideaal dat we het wel op kunnen lossen. Ja, en stel nou dat jullie de Kamer gaan bereiken na maart 2021. Mm-hmm. Wat gaan jullie dan doen, wat gaan jullie daar vertellen om bij te gaan dragen aan die oplossing? Veel. ik kijk altijd hoopvol naar onze collega's in de Raad van Amsterdam, waar Sylvana natuurlijk raadslid was. Maar waar ontzettend hard gewerkt is de afgelopen 2 jaar, waar we op heel veel onderwerpen heel druk bezig zijn. En dat ik verwacht dat we net zo breed bezig zullen zijn in de Tweede Kamer. Ik kom natuurlijk ook met mijn persoonlijke achtergrond. Ben ik heel blij dat we qua sekswerk een hele sterke agenda hebben. Qua veiligheid en justitie zitten we natuurlijk heel erg op antidiscriminatie. Ja. Maar ook op een meer gelijkwaardige of een eerlijkere, rechtvaardigere
manier van omgaan met wat als het misgaat. Ja, nou noemde je net al even sekswerk. Ik weet dat de Piratenpartij zich daar ook altijd stevig voor inzet. Ik bedoel, we hebben dan afgelopen dinsdag een persconferentie gehad. Allerlei contactberoepen mogen weer aan de slag. Ja. Maar nou net die weer niet sekswerk. Dat wordt dan weer uitgesloten. Ja, ja, dat is bizar. We weten namelijk... dit is in mei vorig jaar gebeurde dit ook. Daarbij komt ook dat sekswerkers veelal uitgesloten zijn van coronasteun. Ja. Dus de TOZO is niet beschikbaar en de meeste sekswerkers zijn nog zelfstandig ondernemer, nog werknemer. Die worden door regels van de overheid in een bepaalde groep weggeplaatst, het heet de opting-in. En als je in de opting-in zit, zegt onze overheid, dan krijg je geen hulp. Hm. Maar we zitten als groep verplicht in die opting-in. Ja. En je mag ook wel gewoon belasting betalen. Hè? Zeker, zeker. Ja, velo. Dus je mag wel een aantal dingen doen in Nederland. Ja. Maar, je mag wel bijdragen. Maar niet aankloppen voor steun op het moment dat de overheid zegt van jouw werk mag even niet. Ja. En dat is natuurlijk heel raar. Ja. Zo hadden we het niet afgesproken met elkaar. Dus, het verbaasde mij in die zin ook. Omdat, we kunnen er heel mistig over doen. Maar het is een contactbureau pas alle andere... En dat is denk ik ook wat dan blijkt, hè, in zo'n crisis. Eigenlijk al scheef is in de maatschappij. Of waar we scheef mee omgaan. Dat wel extra wordt uitvergroot. Ja. En wat veroorzaakt dat nou in jouw optiek? Ik bedoel, komt dat sekswerkers nu nog steeds worden uitgesloten, niet aan de slag mogen? Komt dat omdat we een christelijk smaldeel in het kabinet hebben zitten? Of speelt dat dan iets onder botsingen op het gebied van normen en waarden? Ik bedoel, waar zit hem dat nou in? Ja, ik denk dat sekswerk ingewikkeld is voor mensen omdat seks ingewikkeld is voor mensen. En we hebben allemaal een persoonlijke relatie met seks of met seksualiteit. We hebben of een fijne relatie met onze seksualiteit of een minder fijne relatie met onze seksualiteit. Maar het is in ieder geval een complex en het is iets waar we toch als een taboe mee omgaan. Mm-hmm. Dus dat speelt. En op het moment dat je daar dan vervolgens ook... Dan nog je geld mee verdient. Dus dat werkaspect, het verkopen van een seksuele service, dat is voor mensen misschien nog wel ingewikkelder. Maar het gaat ook over, vinden we toch voornamelijk vrouwen mogen doen met hun lijf of hun seksualiteit, wat ze daarmee goed achten. Het gaat ook over... het gaat ook echt over werk. Mag je geld verdienen? Mm-hmm. En wie mag geld verdienen? En op wat voor manier mag je geld verdienen? En waar mag je voor kiezen om jezelf in je bestaan mee te voorzien? En sekswerk is iets wat altijd beschikbaar is, ook als er niks anders is. Dus het gaat ook over hoe kijken we naar armoede? Hoe vinden we dat we... mensen daar wel of niet in mogen ondersteunen? En hoe vinden we dat mensen zichzelf daar wel of niet uit mogen werken? Ja, en je snijdt armoede aan. Dat is op zich ook inderdaad een fors probleem in dit land. Dat groeit ook in deze tijd, omdat er zoveel gesloten is wat normaal ook in een inkomen voorziet. En het schijnt ook heel lastig te zijn. Daar las ik vanochtend nog weer over in de krant. Dat als je dan probeert om je terug te vechten naast een uitkering, gaat werken, dingen probeert op te bouwen, dat eerder wordt bestraft dan dat je daar nou echt zelf dan ook onmiddellijk baat bij hebt. Ja, ja, ik denk dat het voor... we hebben het natuurlijk ook gezien in de toeslagenaffaire, maar ook we zien het ook bij uitkeringen. Er is heel veel argwaan vanuit onze overheidsinstanties naar mensen. En waardoor die argwaan wordt dan weer specifiek op specifieke groepen gericht, want dat is hoe racisme en discriminatie werkt. Nou ja, die kaart is nog niet volledig uitgespeeld. Speelde in die toeslagenaffaire natuurlijk wel degelijk een rol. Ja.
Absoluut. Ja. Maar zo geldt het, en dat is denk ik wat ik jammer vind, wat je altijd net even over hoe Sylvana bejegend wordt. Maar hoe, ik denk dat hoe we als partij vaak neergezet worden, is dat we een soort one-issue partij zijn. Terwijl we eigenlijk ik vind het een heel hoopvol partijprogramma hebben. Die echt gaat over wat hebben mensen maatschappijbreed nodig om gewoon een menswaardig leven te leven. Ja. Nou, als we nou naar dat partijprogramma in de brede dan gaan kijken. Ik heb ook jouw voorgangers in deze uitzending gevraagd van op de as van links naar rechts. Ik bedoel, waar kunnen we bijeen dan in dit geval positioneren? Dan vermoed ik dat jullie echt wel aan de linkerkant zitten. Ja. Ja, er was een stuk, het is heel erg, ik weet even niet meer van wie, die stelde dat we groener zijn dan GroenLinks, en beter voor de dieren dan de Partij van de Dieren en socialer dan de SP. En dat voelde voor binnen het kandidatenteam wel als compliment. Ja. Dus we hangen goed aan die linker, verlinkerflank. Ik kan me voorstellen dat je dat als een compliment ervaart. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook leuk om te lezen en te horen. Je noemde GroenLinks, Partij van de Dieren, SP. Dat zijn wel, mochten jullie in de Kamer komen, ook de bondgenoten waarmee je samen dingen probeert te bereiken, neem ik aan. Absoluut. Maar het is wel, ik denk wel, het is natuurlijk spannend voor een nieuwe partij. Hè? Als we die zetel straks hebben. Hoe verhoudt je idealen tot het politieke spel? En ik denk wel dat, of dat hoop ik, we voelen heel anders. We hebben veel ook leden die weg zijn gelopen bij de andere partijen, omdat er ergens toch echt een soort gut feeling was van het klopt niet helemaal. En ik denk dat veel bijeeners vanuit dat gevoel van het moet echt anders politiek willen bedrijven. En ik vind het heel spannend om te zien hoe we. Heb jij voorbeelden van partijen die nu in de Kamer zitten waarvan je denkt van, daar kunnen we ons aan spiegelen, omdat die wel duidelijk vanuit hun idealen proberen die politiek vorm te geven? Of is de Kamer toch iets waar je heel snel in dat compromismodel schiet? Ik weet het niet. Ik kan me ook voorstellen dat de huidige linkse partijen radicaler of uitgesprokener worden in hun linksheid als er. Als wij er ook zijn. Mm-hmm. Maar ik moet onmiddellijk denken aan een poster die ik zag van GroenLinks, die tot een soort linkse alliantie oproept door Liliane en Lilian en Sigrid op één poster te zetten. Sylvana stond daar niet tussen. Nee. Dus dat verbaast me dan weer. Ja. Is er nou misschien echt, zijn we bedreigend, ik weet het niet. Ja, dat lijkt me toch gek, want je wilt zoveel mogelijk dat links-progressieve geluid in die Kamer een rol laten spelen. Dat zou je denken. Ik hoorde nummer. Ik weet niet wat hun afwegingen waren, dus ik wil daar ook niet per se een soort van assumpties doen. Waarom de poster is zoals die is en waarom hun plan is zoals die is. Ik denk dat het vooral voor ons belangrijk is om te kijken wat is er nodig, wat heeft onze achterban nodig en onze achterban is heel breed. Ik was wel verbaasd in die zin, ik hoorde nummer 30 van de Partij van de Arbeid, een donkere mevrouw, heel goed pleiten op Radio 1 over dat het nodig is dat die Kamer inderdaad multicultureler en breder wordt en dat het raar is dat er nog steeds geen donkere kandidaat in die Kamer zit. Absoluut. Dan denk ik, dat is de nummer 30 van de Partij van de Arbeid. De nummer 1 van jullie lijst wordt niet genoemd. Nee.
En stem je daarop, dan weet je gewoon... Dat is kansrijker om dan dat doel te realiseren dan de nummer 30 van de Partij van de Arbeid. Ja, absoluut. Dus het verbaast me dat dan die partijen in die Tweede Kamer naar de nieuwe partijen zo... het lijkt wel afwachtend, afhoudend zijn. Ja. Dus, we gaan het zien. Ja. Wat is jouw persoonlijke drive om kandidaat te staan? En welk onderwerp... wil jij echt op de agenda krijgen in die nationale politiek? Mijn eigen achtergrond en mijn activisme is altijd in sekswerk geweest. Toen vorig jaar de bordelen op slot gingen en er dus geen financiële steun kwam... en de contactberoepen wel weer aan het werk, sekswerkers niet. Dat was ook de periode waarin... De sollicitatie voor de kieslijst openging. En toen dacht ik, ja, je kan boos zijn wat je wil. Je kan demonstreren wat je wil. Mm-hmm. Wat heel belangrijk is en wat super nodig is om tot sociale verandering te komen, is zichtbaar zijn. Ja. Maar uiteindelijk worden de beslissingen toch in Den Haag gemaakt. Toen dacht ik wel van, ja, oké, dit moet ik... Dit moet ik dan gaan doen. Ja. Ik heb vroeger, voordat ik... toen ik begon met mijn studie filmwetenschappen... toen ben ik me gaan specialiseren in porno. Een beetje omdat ik een soort oogklep had. Want ik dacht van, nou, als ik heel breed ga... dan moet ik vast de politiek in. En dan moet ik de hele dag me overal druk om maken. Ik ga me lekker specialiseren in film en seksualiteit. En dat is dan heel fijn afgebakend. Mm. Maar zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Ja, een heleboel dingen staan niet op zichzelf. En ja, dus nu ben ik alsnog terug bij wat ik ooit vreesde. Namelijk dat ik gewoon maatschappijbreed vind dat het beter moet en beter kan. En laten we dat dan gaan doen. Ja, ik bedoel, dat klinkt zo eenvoudig. Laten we dat dan gaan doen. Maar iedere keer als ik de krant opensla, blijkt weer dat we het... Niet doen met elkaar. Dat niet werkt. Ik bedoel, we hebben de toeslagenaffaire gehad. Mm-hmm. Gisteren konden we lezen dat bij het UWV het toch ook niet allemaal op orde lijkt te zijn. Maar dat is het precies. En ik denk dat dat ook... Nou ja, we zien gewoon niet de representatie in de Kamer. We zien niet dat de mensen over wie het gaat ook de mensen zijn die bij het maken van beleid betrokken zijn. En natuurlijk, we hebben allemaal vooroordelen en we hebben allemaal we vinden allemaal wel eens wat van iemand anders. Ja. En als je dat al heel lang met z'n allen vindt, dan maak je dat wat meer eigen dan wanneer je in je eentje iets bedenkt. En we leven dus gewoon in een maatschappij waar we op een bepaalde manier kijken naar mensen van kleur, we op een bepaalde manier kijken naar sekswerkers. Maar tegelijkertijd zijn dat ook de mensen in onze maatschappij. We zijn sekswerkers, we zijn mensen van kleur, we zijn... we zijn mensen met een beperking. Dus als je die mensen niet in je volksvertegenwoordiging hebt, dan gaat het dus op. Nee, dan gaat het scheef lopen. Ja, en schever en schever. En dan maak ik misschien even een hele heel gek sprongetje of een hele gekke vergelijking. Maar dan hoor ik Stefan Vogels net vertellen dat hij, omdat hij graag iets wil realiseren, te maken heeft. Of zoekt naar een klankbordgroep. Mm-hmm. Dan denk ik, ieder Kamerlid in die bankjes kan toch ook zorgen dat hij zich verbindt met die samenleving en zorgt voor een klankbordgroep. Mm-hmm. Zorgt dat dat geluid wat hij zelf niet kent hem toch kan bereiken. Of werkt dat niet zo? Nou, ik heb gemerkt dat in theorie een nobel plan is. Maar dat we toch vaak zien dat er... Want er worden natuurlijk best wel mensen bevraagd. Maar dat het toch vaak gaat vanuit een soort van... Nou, dat boxje hebben we getikt. Zo van, we hebben een sekswerker gesproken. Mooi. Nou, dan is het is niet doorleefd. Het is niet doorleefd en het is ook niet altijd...
Nou, het is ook niet altijd, denk ik, in politiek belang om daadwerkelijk mensen te horen en mensen... Kijk, we leven ook in een kapitalistische wereld. Ja. Er wordt heel veel geld verdiend op bepaalde plekken en er wordt heel veel geld niet verdiend op andere plekken. En dat is ook de basis van bijeen. We zijn ook wel anticapitalistisch. We geloven echt dat het welzijn van mensen voorop moet staan ten opzichte van winst. Ja. En er zijn een boel partijen in Nederland die daar anders over denken. Of vinden dat je daar in ieder geval naar moet verhouden. Mm-hmm. Dat je daarop concessies moet doen. Ja. En dan gaat het ook over duurzaamheid, het gaat ook over landbouw, het gaat ook over de woningbouw. Terwijl wij zeggen van, dat kost inderdaad geld. Maar we vinden wel dat de belangen van de burgers waardiger zijn dan de belangen van grote bedrijven. Ja, en ik zou bijna zeggen dat klinkt... socialistisch. Dat klinkt zo een beetje zoals de SP ook probeert om de samenleving eerlijker te krijgen. Mm-hmm. Is dat dan op dat thema een bondgenoot van jullie? Als ze dat net zo breed trekken als wij wel, denk ik. Maar hoe breed zouden jullie het willen trekken? Wat zijn de maatregelen die jullie voor ogen hebben om de uitwassen van dat kapitalisme... af te breken. Ja, nou, we vinden sowieso dat bedrijven naar behoren belasting moeten betalen. En we zijn in Nederland toch ook voor veel bedrijven een prettige plek om te vestigen, omdat er geen of nauwelijks belasting wordt afgedragen ten opzichte wat er aan winsten wordt gemaakt. Mm-hmm. Dus dat is één. En twee is dat we ook een groot voorstander zijn dat mensen zelfbeschikking hebben in alles wat ze doen. Dus ook in hun werk, ook in de woningen waar ze wonen. Dus we kijken heel erg naar een coöperatieve samenleving. Als ik dan nog een voorbeeld mag gebruiken, omdat ik het gisteren toevallig op televisie zag, en het raakt ook aan duurzaamheid, een ander thema waar jullie je druk over maken. In Zeewolde verrijst het grootste windmolenpark van Nederland... tussen nu en enige tijd. En dat wordt een prachtig motor als dat levert energie voor, 380.000 huishoudens. Mm-hmm. Het gaat naar één datacentrum. Schek. Ja. Als jullie nou in de Kamer zouden hebben gezeten... Wat willen jullie dan doen om te zorgen dat die duurzame energie... die we belangrijk vinden met z'n allen... dan ook daar wordt aangewend waarvoor we het met elkaar bedachten ooit. Ja, we hebben natuurlijk heel veel daken in Nederland... Mm-hmm. Waar je prima wat mee kan. Maar die daken zijn vaak privaat eigendom van woningbouwverenigingen... of private verhuurmaatschappijen. Je zou daar met z'n allen afspraken over kunnen maken... van we gaan die ruimte in de stad bewuster inzetten... om lokaal energie te produceren en dat lokaal ook weer af te geven. Ja. Namelijk de huurders in die panden. Maar zou je ook durven zeggen, datacenter, kom maar niet? In het voorbeeld van Zeewolde. Dit is niet mijn specialisatie, dus daarvoor zou ik zou daar niet zomaar kunnen zeggen van... Ik denk wel dat we moeten kijken naar wat levert het op... Mm-hmm. En gebeurt dat op een economisch rechtvaardige manier. Ja. En dat moet de basis zijn. En op basis daarvan kan je dan beslissingen nemen... of daar vergunningen voor worden afgegeven. De uitzending ziende dacht ik van, of dit nou echt bijdraagt, ik weet het niet. Maar dat zal ongetwijfeld in Zeewolde vervolgd worden. Het is natuurlijk op zich wel bijzonder dat dat ook gewoon eigenlijk in de lokale politiek dan tot vergunningen en tot besluiten leidt. Waarvan ik denk van, misschien moet je dat... landelijk aanpakken. Over duurzaamheid weer veel landelijker aanpakken. Ja, wij zijn... Wij, wij,
we willen de, als we, zo, we zijn, we willen de, nou. Wat willen jullie? Laten we het opnieuw doen. Ja, we geloven dat er een klimaatcrisis is. Ja. Dus die moeten we ook, denk ik, uitroepen, mm-hmm, als Nederland zijnde. Dus dat zou een groot doel zijn. Want in een crisis reageer je, maak je andere beslissingen dan wanneer je denkt van nou ja, ach, over 50 jaar is het misschien wat vochtiger bij het duin. En het geeft ook, het geeft urgentie aan wat er moet gebeuren. Ja. En we moeten gewoon echt minder uitstoten, minder vlees eten, minder landbouw, minder koeien. Ja. En dat is niet. Maar dat is niet een leuk. Nou ja, voor die koeien wel. Maar het is niet een leuk. Het is niet. Dat is niet iets wat leuk is om op de markt te zetten, zeg maar. Maar ja. we leven wel in een soort reservetijd. Alsof het. Maar zit daar ook niet de rare spagaat, even los van het feit dat nut en noodzaak inderdaad nog onvoldoende lijkt te zijn doorgedrongen in de landelijke politiek. Zit daar ook niet de spagaat dat het lastig is voor een politicus om beleid vorm te geven en te ontwikkelen? Dat inderdaad wat niet leuk is voor de mensen in het land. Mm-hmm. Omdat je diezelfde mensen als kiezer nodig hebt. Ja, ja, en ik denk dat we daar ook. En dat is denk ik, dat is het toffe van bijeen. We komen veelal uit een activistische achtergrond. Mm-hmm. Wat dus ook betekent dat we uit een hele innovatieve achtergrond komen. Dus er zijn, ik denk dat wij als bijeeners veel informatie zien over hoe het anders kan en hoe dat haalbaar is. Mm-hmm. Verduurzaming hoeft niet duur te zijn. Hoeft niet duur te zijn voor de burger, in ieder geval. Mits je daar de politiek juiste keuzes in maakt. En dat is wel waar wij voor staan. We vinden dat, nou ja, zoals ik net ook al zei, dat welzijn en dus ook een duurzamere wereld, mm-hmm, dat moeten we, ja, wel af gaan dwingen. Heeft welzijn en welbevinden überhaupt te weinig aandacht in de Tweede Kamer? Ik bedoel, ik hoor ze voortdurend over geld en economie, ja, en dat soort zaken. Ja, de zorg. Hoe zet je nou dan dat welbevinden? Het lijkt mij het belangrijkste voor iedereen in het land. Want als je lekker in vel zit, is dat aanmerkelijk prettiger. Ja. Hoe zet je dat nou op de agenda dan? Nou ja, ik denk dat daar gewoon ook door dat concreet te blijven benoemen, maken we keuzes die die nuttig zijn voor mensen of voor grote bedrijven. We hebben de afgelopen jaren gezien hoe de zorg is uitgekleed. Mm-hmm. We hebben gezien hoe de sociale huur op slot is gegaan. Dat zijn dingen die in de basis bijdragen aan je welbevinden. Ja. Kun je gewoon naar een arts? Weet je zeker dat je ouders in een verzorgingstehuis goed hebben? Oké, daarmee ronden we af. Ik wens jullie in ieder geval heel veel succes met de campagne nog een aantal weken. En wellicht leidt het ertoe dat bij één straks het linkse smaldeel in de Kamer komt versterken. Dat zou te gek zijn. Succes. Bedankt dat je hier was, Yvette. En dit was het voor deze week weer. Tot volgende week. Dan hebben we het laatste interview met een politieke partij. En ontvangen we een kandidaat van Splinter. Tot volgende week.